Ik had trouwens met Kim over, ik weet niet of ik dat heb gemeld, maar dat daar... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Wat ik ende gedaan heb, is lekker boodschapjes gedaan. En dat heb ik ook weer in huis. En het is super prachtig weer. Zonnetje schijnt, lucht is blauw. En ja, dat is heerlijk weer. Dus. Nou, ik heb hier nog wel boodschappen gedaan. En wat ik ook heb gedaan, is een gesprek gehad. Want ik wil zorgen dat ik mijn begeleider een keer een gesprek gaat met mijn werk. Dus dat komt ook weer vandoor. En ik wil gelijk naar Erasmus gebeld met haar. En daarover een keer afspraak te maken, maar dan moet ik eerst via huisarts. Werd er gezegd. Maar het klopt inderdaad dat ik ergens in december weer voor controle moet. Dus. Maar dan ga ik eerst wel afspraak maken. Want 2 jaar geleden dat ik afspraak had. Dus, laten we snel maar richting mijn huis gaan. Binnenkort ga ik ook afspraak maken met polykliniek. Daar ga ik dan binnenkort voor controle, wat ik al zei. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het eigenlijk nou gaat. Mis ik dingen of mis ik niet? Gaat het goed? Dus we gaan het even afwachten een keer. Nou, ik heb even vervangen. Want het zit helemaal bom vol. En even stickertjes, ik had natuurlijk stickers gekregen. En die heb ik even geplakt voor Kim, want Kim spaart die dingen van die actie van Albert Heijn. En ik heb net even boodschapjes gedaan, allemaal in de koelkast. Ik heb al een dijfje gehaald, dat gaat wel lekker. Even een keer te eten, ik denk dat dat vanavond gaat eten, maar daar ga ik nog even kijken. Ik heb daar wel trek in. Eigenlijk een ondijvie. Dus. Nou ga ik dat even maken. Ik heb melk gehaald. Sherry cola voor Kim gehaald. Gewoon cola gehaald. Alleen één ding ben ik vergeten. Dat is. Wat was het ook? Katten even. Alweer. Het gaat lekker met mij. En wat ik ook even nu ga nemen is jouw koeltje. En die heb ik ook gehad. Ik heb nu nog één. Nou, niet één. Maar wat ik laatst heb gekocht, heb ik enige keer laatst heb gekocht, was dat was een tijdje geleden dat ik weer een Yakult heb, was voor mij vrijdag. En dat gaat best wel hard met Yakult. Ook al logisch, want kinderen drinken te vaak. Ik heel af en toe, niet elke dag. Maar Yakult, wat ik wil zeggen, Yakult is wel goed voor je maag. Dus ik kan je wel aanraden dat te nemen. Dus, en wat ik nu ga doen is lekker muziek luisteren. Net video gerenderd. Dit zit in de render. 20 minuutjes wachten. Dus. Ja. En dan ga ik erop wachten. En met een heerlijk pakje koffie heb ik ook genomen. Dus. En voor de rest zien we wel. Dadelijk mijn werken. Wat ik wel weet, dat jullie al weten. Ik herhaal het wel, maar ja. Excuses ervoor als jullie denken van, het was zonder weer herhaling. Nou, ik ben nou bezig met eten koken en... Dat is andijvie met aardappels en met spek. Dat ga ik ook nog even maken. En ik heb even een andere shirt gedaan, maar het is zo lekker weer buiten. Niet normaal, ik heb... Deurtje lekker open gedaan. Heerlijk weer. Van te genieten. Er zijn hier mensen voor. Zijn lekker een balletje aan het trappen. Het is lekker weer ervoor. Ik zag Kim in de winkel lopen bij mij. Ik zag hem met een korte shirt lopen. Gewoon met zo'n korte mouw. Ik dacht, jongen, ben ik lekker aan het werk? En zit ik met een warm shirt aan te werken. Niet dat ik het erg vind, maar ja. Dan denk ik van, ja.
Ik wil ook eigenlijk in de zon zitten. Maar ik heb nu gelukkig de tijd ervoor. Wat jullie eigenlijk horen nu. Het geluid. Dat is iets wat een beetje aangeband is aan de ding zelf is. Maar ja. Ik ga maar even klaarmaken. Even spek even pakken. En dan lekker dadelijk eten. Dus we gaan lekker smullen. Nou, ik ben er richting huis en mijn camera doet heel en heel erg wat ik al zei, maar ik kan hem blijven melden eigenlijk. Apart naar wat ik net heb gedaan. Dus ik heb Kim thuis, mijn prinsesje thuis gebracht. Ja, wie bedoelt dan weer prinsesje? Mijn Kim natuurlijk. Want ja, ik noem het altijd als ze als we gaan appen. Mensen als we zeggen van nou, we gaan slapen, noem ik altijd. Slaap lekker prinsesje van me, zeg ik altijd. Nou, meestal. Ja, altijd meestal. Dus. Maar laten we nu maar even, want ik vind het wel fijn wat ik heel vaak kan zeggen. Ik ga het niet algemeen hebben. Maar ik vind het gewoon fijn dat ze gewoon veilig thuis is. Van waarom? Dan voel ik ook prettig. Dan weet ik van. Ze is veilig aangekomen. Maar ik denk dat iedereen dat doet. Want. Wat je al laatst merkt, want. Ik weet het. Het klinkt heel apart. Maar dat is heel veel mensen. Ik had trouwens met Kim over, ik weet niet of dat ze hebben gemeld, maar dat daar binnen op Koningsdag echt af moet zijn. Dus als ik kijk, moet dat gaan lukken, deze weg, vind ik. En mijn camera stelt me scherp, en nu wel. Maar laten we ook nu maar naar mijn huis gaan en dan zie ik voor de rest wel. Nou, ik heb net even lekker heerlijk gedoucht. Ik ben al een tijdje eigenlijk al thuis en ik heb een beetje video's zitten kijken op mijn computer. Zitten editen. En wat ik ook nu ga doen is lekker slapen. Want ja, morgen weer een dag. En morgen weer werken. Wat ik morgen ga doen, ga jullie allemaal morgen zien natuurlijk. En Gaia zit hier lekker hier zo. En Kenya. Jij zegt lieverd. Oh. Schobberot. Maar wat ik eigenlijk nu ga doen is lekker slapen en vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval dat deze vlog leuk doet, zo blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou tof zijn. Als je hier beneden abonneert, dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik hierbij, laters.